We hebben vandaag de afsluiting van het jubileumjaar met een officiële receptieachtig iets, met wat toespraken, waar de burgemeester komt, waar het boek 100 jaar van Heekpark wordt uitgereikt aan een nazaat van Gerrit-Jan van Heek, de nog levende 96-jarige kleinzoon, Godert van Heek. En dan hebben we nog wat andere toespraken, maar vanavond hebben we dan een feestje erachteraan. Morgen is er nog een bijeenkomst hier van de vereniging zelf, van de Courmets, de Société, die 40-jarig jubileum hebben. En zondag komt hier de hele familie van Heek nog om de familiedag te houden. En daar gaan we natuurlijk ook nog wel even te gast zijn. Zelfs koningin Wilhelmina heeft een groot défilé afgenomen, zittend op een grote troon hier voor dit theehuis. En daar kwamen allerlei verenigingen langs, et cetera. En dat was ter ere van het afscheid van een burgemeester van Enschede in die tijd. Nou, er is zoveel veranderd in Enschede. In Enschede. Ik woon in Velp, in Gelderland. Je herkent soms de dingen helemaal niet meer terug. Ze hebben een renovatie gedaan, een algeheel opknappen van het park. En dat schijnt ook wel nodig te zijn geweest. Maar dat heb ik allemaal niet zo erg mee kunnen maken. Maar zoals het er nu bij staat, is uitstekend. En wat dat betreft een zeer groot compliment voor de commissie van beheer. We zijn begonnen eind april met de grote tent bij Topspinners. Daar hebben leerlingen van het Korte Park een fantastische theatervoorstelling gegeven. De zondag erna ging de marathon weer voor het eerst weer door het park. En de donderdag daarvoor zijn we gestart met de Koningsspelen. We hebben alle kinderen van de basisschool in Noord hebben hier gespeeld en gesport op het ovaal. We hebben twee grote publieksdagen gehad. De eerste grote publieksdag was eind mei met een voetdrukfestival, een sportdag, een openluchtbioscoop en een rolvogelshow. En we hebben voor het eerst op 8 juli de culturele zondag in het park gehad. Die vindt normaal in de binnenstad plaats, 4 keer per jaar. En de organisatie was bereid om vanwege de bijzondere gebeurtenissen hier het dit jaar in het park te houden. En dat is wel heel bijzonder wat Albert zegt. Want die evenementen die zo geslaagd zijn, die willen we natuurlijk wel proberen op een of andere manier in een structureel aanbod in het park te krijgen. Zodat elk jaar hier allerlei extra feestjes zijn. Wat herinneringen aan heb, dat is dat ik hier geschaatst heb. En ik heb nogal veel geschaatst. Oefenen voor grotere werk. Voor Twentekanaal en voor het Almelo-Nordhornkanaal. Maar ook de Elfstedentochten heb ik gereden. Daar heb ik de 5 geprobeerd en 4 krasjes heb ik. Maar dat is hier begonnen, kun je zeggen.